It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a more. Kunnen we? Ja, we kunnen weer. Boksmeer, 1938. Deze kerstroep komt uit het Weert, 1975. Oud Zevenaar komt hij, 1965. En de kameel is een beetje lui, maar die ligt erbij. Dit is het lievelingskindje van Willy. Ja, de lievelingsgrot. De grot is ontworpen en gemaakt door zijn kleindochter. En die was toen 8 jaar. En dan bekleed met dat eerst nog eens, hè? Ja, ik vergeet het weer, sorry. Die hebben nou een iets grotere groep. En die komt uit Zevenen. En je ziet, dit is een moderne stal, want ze hebben al kunstgras. En die hebben we hele mooie uit Oldenzaal, 1966. Heb ik hier de oudste stal en die komt uit Zevenaar. Zevenaar. 1908. 1908, dus dit is een van de oudste. Die hier staat. En hier worden ze steeds kleiner. Deze zit in een roos. Dan gaan we naar een lucifersdoos. Een notendop. Hier hebben ze weer een. Die is nog kleiner in een notendop. Deze zit in een wigwam. Een miniatuursetje. En dan komt de allerkleinste, de kurk. Kerstgroep 1939, Den Bosch. Uit Den Bosch. Je ziet wel, ze komen overal vandaan. En zelfs de schapen zijn allemaal meegekomen. De grote afstand, de Giesbeek. Helmond, 1975.
En je kunt dan het kindje Jezus zien. Ze heeft mooie krullen. Rosmalle, 1935. En je kunt ook wel zien aan de os dat het een oeros is. Hè? Dan komen we hier een heel eind van huis. Deze groep die is gemaakt in Taiwan. Waar komt die vandaan? Gemaakt van Taiwanese hout. En dat hout, wanneer je dat vermaalt, kun je het gebruiken als wierook. Hier een groep uit Simpelveld. Kijk, en de baby is een beetje aan de grote kant. Hij is knieën al overgetrokken. Krullend haar. En de herder en Maria. En Jozef en de koningen. En een hond. En dat zie je niet vaak, dat er een hond bij is. Dag Jezus, het is een vos of een wolf. Deze komt uit Afrika. Die week kwam terug van vakantie, stond hij in de kamer bij ons. En mocht hij helpen. En is gemaakt van hout. Have yourself. Deze groep is gemaakt door Jan Erwin. Little Christmas. Je had al niet van Henk. Ik weet niet. De Schent van de familie Ereveen. Een Berentje uit Bijl. Limburg. Dus niet Bijl, Gelderland, maar Limburg. Hier eentje uit Giesbeek. A merry little Christmas. Die hebben we nog geen stal gevonden, maar dat komt er maar. Make the Yuletide. Voor een weer voorbij is, hebben ze een stal. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days. Happy golden days of yours.